Hey hallo, dit is Peet en ik laat je heel even zien hoe je een videootje kan downloaden van uh, YouTube en dan uh, tegelijkertijd uh, daarna die, uh, dat filmpje even wat korter kan maken. Alright, dus we kijken nu naar YouTube. Ik heb een leuk filmpje uitgekozen. Nou, ik ga dus een filmpje downloaden. Ik zorg er meestal voor dat het ongeveer 27p is. Als, we, als het even mogelijk is om dat te doen, heel graag doe je dat. Vervolgens gaat hij het opslaan. Ik wil natuurlijk uh, dat op een speciale plek. Dan gaan we hem openen in QuickTime, QuickTime Player. Oké. Okay. En nu wil ik het dus iets korter maken, want het begint met zwart. En ik wil eigenlijk dat hij direct begint, want ik wil het verwerken in een presentatie. Uh, wat ik dan doe is appeltje T indrukken, of uh, zoals die hier staat, trim. Dat klik ik aan. En dan heb je die uh, gele uh, ja, balk, zeg maar. En daar kan je aan trekken, dus kan je dit zo naar het juiste stukje doen. En ik wil eigenlijk direct beginnen met de inhoud. Dus nou, daar begon hij zeg maar met uitleggen, dus ik zet hem hier neer. En aan het einde zitten vaak credits en die wil ik ook even eraf halen. Nou, Dit is eigenlijk het laatste beeld waar ik mee wil eindigen. En dan zeg ik trim en nu is het eigenlijk al gebeurd. Je ziet, hij heet hier trouwens untitled. En dat betekent dat er dus een aanpassing is gedaan. Dus wat ik nu kan doen, als het goed is, is export. En wat ik meestal gebruik is 27p, dat is het origineel. En dan ga ik naar mijn desktop. En dan geef ik een leuke naam, namelijk pellen van uh, knoflook. Hop, dan zeg ik export. En dat duurt eventjes. Oké. Okay. Nou, nu lijkt het gebeurd te zijn. Dit heet nog steeds hetzelfde. Uh, waarschijnlijk als ik quit, dan zal die vragen of, het, of je het wil opslaan. Je hebt, al, je hebt al een export gemaakt, dus, uh, dus dat hoeft niet. Don't save. En als je dan kijkt naar de desktop, zie je het bestandje staan. En die kan je zo aanklikken. En dan zie je dat hij direct begint. Let's face it, peeling garlic is a pain in the ass. It gets under your fingernails, it takes forever to pull the cloves apart... En hij begint gelijk met het juiste stukje. Dus dat is lekker. Nou, dat was het. Tot ziens. Doei.